Mijn naam is Jan van Bemmel en we zijn hier bodemonderzoek aan het verrichten voor het herstel en renovatie van de beschoeiingen en de kaders. En dat doen we hier met een vrachtwagen. En onze opdrachtgever is een adviesbureau uit Rosmalen. We hebben hier ook voor dit gebied hebben we een kaart waar alle punten op staan waar ze de metingen willen doen. Daar hebben we een klik voor aangevraagd in verband met kabels en leidingen. Wat ik nou gedaan heb op het punt waar we nu staan, daar heb ik met de hand voorgeboord naar 2 meter diepte tot aan het grondwater. Daarna zetten we de auto er bovenop en we bouwen hem verder op. En dan gaan we met een meetinstrument, een sonde, drukken we in de grond. En dan kunnen we kijken hoe de opbouw is van de bodem. De rode lijn is druk onder aan de punt. De blauwe lijn is de kleef langs de stang en de rode en die blauwe berekening geeft het bereikingsgetal. En we hebben hier het op 1,90 voorgeboord en dan gaat hij echt pas meten. Ja, dat levert informatie op dat ze kunnen berekenen wat ze nodig hebben om hier goed te kunnen beschoeien. Het kan zijn dat je de damwandplanken tekort doet of balken tekort, dat het wegspoelt. Dus aan de hand van deze sonderingen kunnen ze berekeningen toepassen, kunnen ze berekeningen maken en kunnen ze gaan kijken van wat hebben we nodig om te gaan beschoeien. Dit is een sondeerwagen en we drukken eigenlijk een sonde, noemen we dat, een meetinstrument, drukken we de grond in. En onderaan dat meetinstrument zit een punt, die registreert de weerstand onderaan de punt en dan kan je zien of het zand is. Achter die punt zit een bus, die gaat ook wat heen en weer en in de klei gaat die meer heen en weer als in het zand of als in het veen. En dan kan je zien wat voor grondopbouw het is, of het klei is of veen. En hier momenteel is het eigenlijk een beetje een saaie sondering, want vanaf 2 meter krijgen we zand en met 8 meter hebben we een stoorlaag zitten van 80, 90 centimeter, waarschijnlijk klei, en daarna hebben we weer zand. Dit is een meetinstrument. Deze registreert de druk. Om op te bouwen doen we een kleefmantel erover. En deze gaat zo de grond in. Deze registreert de druk onderaan de punt. Deze de kleef langs de stang. En die twee berekenen geeft een verrijversgetal. En dan kan je aan de hand van een grafiek kan je zien of het klei is, of zand of veen. Noemen we bij ons op de zaak de mini-rups. Dat doen we eigenlijk vergelijkbare metingen. Alleen die zijn wat lastiger, dat machientje is wat lichter. Hier hebben we de auto opgestempeld. Die auto weegt 16 ton. En soms hebben we dat gewicht ook nodig om naar beneden te komen. Hier hebben we pieken van 4, 5 ton, dus dat valt mee. Met die mini-rups zijn we in het Westlandpark bezig geweest. Nou, dat rupsje weegt 1,5 ton. Ja, dus dan til je hem op. Dus we draaien grote schoepen, ankers. Draaien we in de grond mee, daar binden we de machine op vast. En dan doen we eigenlijk dezelfde soort meting. En dat is een 10 tons apparaatje. Nou, dat is hier voor woede is dat gewoon goed. En het mooie eigenlijk met dat mini-rups, Westlandpark is groot zat. Maar ja, als je met een grote vrachtwagen rijdt, dan krijg je weer sporen. Dus vandaar dat met mini-rupsie. En dat mini-rupsie gebruiken we ook in krappe ruimtes. Bij de mensen in de achtertuin. En dan krijg je eigenlijk de juiste gegevens omhoog voor het hei. En nou, hier ook in woede is dat eigenlijk voor herstel van kaders en beschoeien.